Weer dat Ave Maria, ja. Dat komt altijd weer terug in mijn leven. Ja. Ik ben heus niet altijd vrolijk. Vandaag ontmoet ik de, nou ik kan wel zeggen de moeder, de heldin, de vrouw die ieder kind heeft grootgebracht. En dat is Ellie, Ellie Zuiderveld. En ontmoet jij haar met mij mee? Moederschap. Ik denk voor zo'n generatie van 20, 25 jaar ben je... Een moederfiguur. Een moederfiguur. Ja, dat klopt. Wat, welke eigenschappen heb jij als moeder die iedereen jou toedicht? Ja, die ze me toedichten. Ja, dat moet je wel zeggen. Dat ik heel lief ben en heel warm ben. En dat ik altijd wel een antwoord heb, maar dat komt door die liedjes natuurlijk. Oh ja, dat is... Ja. Ja. En vrolijk, denk ik. Ja, dat ik altijd vrolijk ben, maar dat is niet zo. Ik ben heus niet altijd vrolijk. Je hebt denk ik heel veel kinderen getroost. Ja. Je hebt ze blij gemaakt, maar je hebt ze ook getroost. Klopt. Hoe maak je die zwierige liedjes? Hoe maak je die vrolijkheid? En hoe maak je die vrolijkheid? Nee, die maak je niet. Jij hebt ook je buien, hè? Ja. Dus als je zo'n bui hebt, maak je een vrolijk liedje. Maar soms voel je je niet zo. En dan maak je een liedje dat Vluchtland heet. Of Gebroken Wit. Ja. Die tekst schreef ik toen ik hoorde dat een vriendin van me net gehoord had dat haar zoontje was overreden door een vrachtwagen. Toen die zijn zusje eigenlijk wilde redden. Oh, echt? Ja, dus hij had haar wel gered. Maar hij werd overreden. Ja. En ik dacht, wat moet ik nou zeggen? En dat was ook eigenlijk een brief aan haar. Ik wist gewoon niet wat ik moest schrijven en toen heb ik die tekst geschreven. Die staat ook op Circus Prinses. En op die cd staat ook het lied voor alle vrouwen. Op de wijs van het Ave Maria. Weer dat Ave Maria, ja. Dat komt altijd weer terug in mijn leven. Laat ons bidden voor de vrouwen. Voor de vrouwen van de aarde. Voor de lasten die ze sjouwen. Voor de kinderen die ze baren. Voor hun onvervulde vragen. Voor de lasten die ze dragen. Wees hen nabij. Je denkt zo gauw, Ave Maria, dat vind ik een beetje eng. Ja, dan aanbid je Maria. Ja. Maar dat zei die engel. En weet je wat Ave Maria betekent? Hallo Maria, hoe gaat het ermee Maria? Goeiedag Maria. Dus eigenlijk is het een groet. Ja, het is gewoon. Zoals wij, hoi of hallo of goeiedag als je het netjes doet. Dus hij zei waarschijnlijk, gegroet Maria. Vroeger zei ik zou wel een wezen groetje voor je bidden. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Dat zei die engel, hè? Oh ja. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilig Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Ja. Amen. Dat is eigenlijk heel mooi. Ja, het is prachtig. Dan wisten ze gewoon, je denkt aan mij. Ja. En je verbindt mij aan Maria. En ik vind Maria tof. Dus. En Maria verbindt mij aan God en aan Jezus. Mijn moeder, toen ze nog kon bellen door een knopje in te drukken met mijn gezicht erop. Ja. Toen zei ze, weet jij ook het telefoonnummer van God? Ah. En toen zei ik, nee mama, wat wil je dan? Toen zei ze, ja, want ik wil hem even mijn zonde vertellen. Ik zei, nou, dat kan ook wel in je hart tegen Jezus. Ja, zes, ik ga het een beetje aan Jezus vertellen, zeg. Zei ze dat? Ja. Heb je nu extra zelf ook wat met Maria? Ja, maar ik bid niet tot Maria. Ik kan me in de plaats van Maria indenken. Mm-hmm. Dat heb ik ook gespeeld in de Maria-monologen. En waar relateer jij dan aan? Als ik denk aan Maria? Ja, als je... Ik denk toch aan de oudere Maria. Maria die haar kind zag opgroeien. Met een angstig hart. Omdat ze wel misschien wist of voelde... Als hij een man is, dan gaat het allemaal anders. Hij zal een omslag geven.
Dat zie ik voor me, de moeder die naast de andere kinderen die ze daarna gekregen had, die ene jongen had die anders was. En er zijn veel moeders die een kind hebben dat anders is dan de rest. Mm. Hè, het kan een autist zijn of een kindje met Down of anders dan de anderen. En later, toen Jezus aan het kruis zei, zoon zie daar uw moeder, tegen Johannes, moeder zie daar uw zoon. Dat zij niet alleen Johannes kreeg, maar hij legde het leven van zijn discipelen in haar handen. Van kijk, nu word je een moeder ook voor anderen. Ja. En zo zijn we het gesprek begonnen. Ja. En dan hoef je je niet zo te voelen, maar je snapt het wel. Je snapt wel dat mensen zo iemand nodig hebben. Ik voel me dankbaar en heel uitverkoren dat ik dit al die jaren heb mogen doen. Wat een prachtige vertolking van Maria ben je eigenlijk. Ja, zelf merk ik wel hoe ouder, hoe kleiner hoor. Je moet jezelf bewust blijven van je eigen kleinheid, je kwetsbaarheid, je zondigheid. En dan toch weten dat God ondanks al die dingen van je houdt. Ik bewaar deze woorden in mijn hart. Kijk, dat is mooi. Net als Maria. Ja, precies. Het interview vind je in de Nieuwe Eva. En mocht jij het hele interview willen horen, dan kun je luisteren op onze podcast. En die kun je vinden op onze website.